afbouwen met geluid en licht. Wat gaat u doen? Nu nog even wat boel afbouwen. Vanavond gaan we wat geluid proberen te maken. We zijn er helemaal klaar voor. We zijn nu voorgespoeld voor het visverslag. Het is nu 10:00. En we verwachten om 11:30 de eerste rug binnen. Ja, alles voor alles is gezorgd. De catering is volledig gezorgd. Op dit moment druppelen alle vrijwilligers binnen. Er worden allemaal t-shirts nu uitgedeeld omdat vrijwilligers herkenbaar moeten zijn. We hopen weinig patiënten te hebben. Maar het is altijd zo ontzettend gezellig hier. Mensen zijn allemaal zo blij dat ze dit uitje hebben. Dus nee, het is heel erg leuk. En we doen het ieder jaar met heel veel plezier. We zijn van de EHBO-vereniging SHH, Stichting Hulpverlening Haagland. Zelf altijd meegereden of gereden op een vrachtwagen. En nou, ik doe het al vanaf het begin. Vanaf de eerste dag van oprichting. Ja, hoe was de eerste keer? Nou, het was even vreemd, maar heel gezellig. Het was niet zo groot als nu. Wat ik heel erg leuk vind en ik vind waarvoor het gedaan wordt erg leuk. En we hebben een hele leuke groep. Wat ga je doen? Wc's schoonmaken. Is dat leuk, Ber? Wow, minder leuk, maar dan. Ja, omdat je zoveel ervoor terugkrijgt met de mensen waar je mee werkt en bij de mensen waar je het voor doet. Dat is eigenlijk met geen geld uit te drukken. Dus die gezichten die je ziet, ook met sminken, iedereen is blij. En dat brengen wij weer op hun ogen en hun weer op ons. Ik ga vandaag met een aantal andere vrijwilligers de deelnemers uit de vrachtwagens halen. Ja, is dat moeilijk? Ligt eraan. De een die kan zelf uitstappen, hoef je alleen maar te begeleiden. En de ander moet er echt uitgetild worden om vervolgens in een rolstoel gezet te worden. Heb je daar een opleiding voor? Nee. Hoe vond je het? Hoe vond je het? Leuk. Nu het feesten gaan we doen. Ja? En hoe vond jij het? Was wel leuk. Echt leuk. Ja. En ga je nu feesten? Ja, feesten, ja. Ja, wat was gaaf? Heel goed, ga je dingen in de restaurant? Ik maak elk jaar geen liedje. Oh, we hebben feest vandaag. Het is feest. Het is feest. En hoe was het vandaag? Leuk! Hartstikke leuk! Was leuk? Ja, zeker. Ja, iedereen moet komen, iedereen moet komen. Ja, het was zeer geslaagd, zeg maar. Ik had iemand bij me die kon niet praten, maar die kon wel duidelijk uitdrukken dat ze het heel erg naar de zin had. Ja, hoe deed ze dat? Ja, door de gebaren en door de geluiden die ze maakten. De vader was erbij als begeleider, zeg maar. Maar het was echt, voor mij was het echt geslaagd. En die mensen zijn gewoon blij. En daar gaat het gewoon om. Die mensen hebben een dagje uit en die ouders zijn blij. Dat die kinderen het naar de zin hebben. Nou, dan heb je als chauffeur ben je dan ook gewoon blij dat je het toch gedaan hebt. En ja, dat je toch je standje bij kunnen dragen, zeg maar. Er hoeft niet altijd wat tegenover te staan. Je kan iets doen voor iemand omdat jij iets meer hebt als een ander.